Dat kinderen tot veel meer in staat zijn dan volwassenen vaak denken, wordt steeds weer bewezen. De meeste ouders vinden hun kinderen bijzonder en geweldig. Er zijn kinderen die uitzonderlijk talentvol zijn op zeer jonge leeftijd en geweldige prestaties hebben geleverd. Ook zijn er kinderen die opvallen vanwege hun unieke uiterlijk als gevolg van zeldzame ziektes, zoals progeria. Dit is niet bepaald een leuke manier om uniek te zijn, maar toch geen reden om je niet speciaal te voelen en geliefd te zijn. In deze video kun je kennis maken met de 10 uniekste kinderen die echt bestaan. We starten met een 4-jarige DJ en werken het lijstje af tot een tienermeisje met een veelbelovende toekomst als wetenschapper op nummer 1. 10. Archie Norbury. De meeste kleuters liggen om 8 uur 's avonds al in hun bedje. Maar de 4-jarige Archie Norbury staat dan in verschillende nachtclubs en populaire muziekfestivals de menigte op te zwepen met zijn muziek. Archie is 's werelds jongste club-DJ en heeft daarmee een plek in het Guinness World Records boek weten te bemachtigen. Hij heeft wereldwijd harten weten te veroveren, want geef toe, zo'n kleine blonde krullenbol achter de draaitafel is best wel schattig om te zien. En hij kan er ook nog wat van. Archie moest zijn kwaliteiten als DJ bewijzen voor het verkrijgen van zijn Guinness-titel door een publiek van 20 personen een uur lang in zijn eentje te vergasten op zijn muziek. Dit was geen probleem voor het zeer getalenteerde ventje. Archie is een typisch voorbeeld van het gezegde: de appel valt niet ver van de stam, want zijn vader John Norbury is DJ van beroep. Toen hij 2 jaar was, begon hij zijn vader al na te doen, die hem de ruimte gaf om zijn talent op zo'n jonge leeftijd te ontwikkelen. 9. Nicolas Bertans. Onder de professionele autodrifters bevindt zich de 14-jarige Nicolas Bertans uit Letland. En reken er maar op dat hij zich staande weet te houden tussen zijn oudere en veel meer ervaren collega-drifters. Hoewel hij nog niet eens een rijbewijs heeft, mag hij zichzelf een professional noemen. Driften is een racetechniek die wordt toegepast bij het beschrijven van bochten, waardoor de speciaal daarvoor omgebouwde auto de bocht dwars over de rijbaan beschrijft. Zijn talent werd al vroeg ontdekt en onder begeleiding van zijn trainer Christophe Bloes, die zelf een beroemde drifter is, mocht hij zich op 12-jarige leeftijd al tot de beste rekenen. De jonge autobestuurder kon nauwelijks over het stuur heen kijken, maar hij wist al op zeer behendige wijze de driftauto langs de bochten van de racebaan te besturen. Nicolas is een doorzetter en een geduchte concurrent die een gouden toekomst in de autodriftsport tegemoet gaat. 8. Isaac Johnson. Als je brutaal of vrijpostig bent, heb je wel eens gehoord dat je een grote mond hebt en er zijn niet veel mensen die zoiets als een compliment beschouwen. Isaac Johnson uit Minneapolis, Amerika, heeft letterlijk een grote mond en is er ook trots op. De 15-jarige tiener kan hele sinaasappels, honkballen en ook de onderkant van petflessen in zijn mond stoppen, die hij wel 9,34 centimeter wijd kan openen. Probeer maar eens en kijk hoe groot je jouw mond kan opensperren. Dit opmerkelijke talent bezorgde hem een plaats in het Guinness World Records boek. Daarin staat hij genoteerd als de jongen met de grootste mond ter wereld. Verwacht wordt dat de mond van Isaac nog groter zal worden naarmate hij aan het groeien is en zo zijn eigen record zal verbreken. Het is maar te hopen dat hij niet net zo'n grote mond tegen zijn ouders opzet. 7. Alina Moors. Hou je van snoepen en heb je een idee voor de nieuwste sensatie op snoepgebied? Misschien word je dan de concurrent van de jonge Amerikaanse zakenvrouw Alina Moors. Als 7-jarig meisje kwam ze op het idee om suikervrije lollies op de markt te brengen. Het snoepgoed viel zo goed in de smaak dat ze nu de eigenaar is van een bloeiend snoepgoedbedrijf. Haar Zollipops, Zolly Drops en Zaffy Taffy worden in 25.000 online winkels nationaal en internationaal verkocht en hebben in 2018 in totaal 5,6 miljoen euro opgeleverd. Alina heeft het resultaat samen met haar ouders en jongere zus die allemaal voor haar werken kunnen betalen. Alina's ambitie is zeer waarschijnlijk aangeboren, want op haar 4e jaar had ze al een map vol ondernemingsideeën. Het idee voor de Zolly Pops kreeg ze in 2012, omdat haar vader haar een lollipop weigerde die haar rotte tanden zou bezorgen. Ze kreeg toen het briljante idee om tandvriendelijke lollies te maken. Ze investeerde haar spaargeld erin en haar durf werd beloond. 6. DeMar J. Smith. Wat waren jouw favoriete bezigheden toen je 11 jaar was? De 11-jarige DeMar J. Smith uit Amerika is een motivatiespreker, een fitnessexpert, een personal trainer en ook nog eens een sociale media beroemdheid. De zeer welbespraakte jongeman viel voor het eerst op toen zijn vader een motivatievideo van hem op het internet had gezet, die meteen viraal ging. Ida, you work hard for it, or you don't work hard for it. De jonge motivational speaker is ervan overtuigd dat je alleen door keihard te werken je doelen zult bereiken. Een van zijn lijfspreuken is: of je werkt er hard voor, of je werkt er niet hard voor. Maar waar komt zijn inspiratie?
DeMar Jay was getuige van hoe zijn neef werd gepest en nam toen het besluit om zijn angsten te overwinnen door zijn angst in fysieke kracht om te zetten. Tegenwoordig is hij een echte beroemdheid geworden en is gast geweest in populaire tv-shows zoals de Ellen DeGeneres Show. En mocht hij zelfs een wedstrijd aangaan met topatleet Usain Bolt, welke hij natuurlijk won. DeMar Jay is door niemand klein te krijgen. 5. Alexandra Xiang. De 14-jarige Alexandra Xiang werd een Facebook- en Instagram-ster door haar opvallende uiterlijk. Het is de combinatie van haar engelachtig gezichtje, een lengte van 1,37 meter en de rondingen van een volgroeide tiener. De Filipijnse Alexandra is geboren en woont in Davos City en heeft als bijnaam Happy Lexi. Haar foto werd gepost door een vriendin op Facebook en de rest is geschiedenis. Haar geringe lengte is het gevolg van een zeldzame vorm van kanker. Langerhans celhistiocytose, LCH, kanker stadium 2, die een negatieve invloed heeft op de groeihormonen van het lichaam. De populaire tiener lijdt vanaf haar eerste jaar aan deze ziekte en wordt vaak veel jonger geschat dan haar leeftijdsgenoten. Ze werd in het verleden gepest om haar kleine gestalte, maar de pesterijen behoren nu tot het verleden. Happy Lexi droomt sinds haar jongere jaren ervan om de modellenwereld in te gaan, maar nu is haar belangrijkste doel het behalen van haar middelbare schooldiploma. Haar lengte zou haar wel eens in de weg kunnen staan, maar met haar doorzettingsvermogen zal ze het zeker wel redden. In tegenstelling tot het engelachtige gezicht van Alexandra Xiang heeft het volgende kind een heel ander soort uiterlijk. 4. Bayezid Hossein. Een jongen van 4, gevangen in het lichaam van een 80-jarige man. Zo zou je Bayezid Hossein uit Bangladesh wel kunnen omschrijven. Het jongetje met een zeer ongewoon uiterlijk leidt hoogstwaarschijnlijk aan de zeldzame ziekte progeria, waardoor het lichaam 8 maal sneller veroudert dan normaal. In zijn dorp wordt hij dan ook oude man genoemd. Hij heeft ook last van allerlei ouderdomsverschijnselen zoals een opgezwollen gezicht, ingezakte ogen, een verslapte huid, pijnlijke gewrichten, moeilijkheden bij het plassen en heeft nu al zwakke en gebroken tanden. Ondanks zijn abnormale uiterlijk en onfortuinlijke omstandigheden is Bayezid volgens zijn 18-jarige moeder Tripti een zeer intelligente jongen. Mentaal is er dus niets aan de hand, maar helaas gaat hij niet naar school. Zijn ouders vinden het vreselijk dat hun eerste kind zo'n aandoening heeft en hebben overal tevergeefs hulp gezocht. Helaas wordt voorspeld dat Bayezid niet ouder dan 15 jaar zal worden. 3. Samantha Gordon. Samantha Gordon, meer bekend als Sam Gordon uit Salt Lake City, Amerika, viel als 9-jarig meisje op vanwege haar uitzonderlijk talent in de Amerikaanse rugbysport. Haar vader bracht haar wereldwijd in beeld door in 2012 een video van zijn dochters hoogtepunt op YouTube te uploaden. Sindsdien is Sam in verschillende populaire sportprogramma's verschenen en oogste ze de bewondering van vele Amerikaanse rugbysterren. Ze werd een graag geziene gast tijdens diverse rugbyfestiviteiten, zoals de Cartoon Network Hall of Game Awards Show, waarbij ze een Game Trophy won voor Most Viral Player. Samantha is in 2015 ook medeoprichter geweest van de eerste volledig uit meisjes bestaande rugbycompetitie in Amerika, de Utah Girls Tackle Football League. Verder schreef ze ook een boek getiteld Sweet Feet, Samantha Gordon's Winning Season, over haar rugbyseizoen en de ervaringen die ze had opgedaan na het seizoen. Ze mag met recht een pionier worden genoemd op het gebied van de Amerikaanse rugbysport voor meisjes in Amerika. 2. Mohammed Al-Sheikh. Mohammed Al-Sheikh is een 16-jarige pianovirtueus uit Ramallah, Palestina, die al op 9-jarige leeftijd begon met het uitproberen van verschillende instrumenten. Het in Rusland geboren wonderkind begon toen hij 10 jaar was met het bespelen van de piano aan het prestigieuze Magnificat Muziekinstituut in Jeruzalem. Deze school staat open voor studenten met zowel een Joodse, christen of moslim afkomst. De pianist uit Ramallah, zoals Mohammed ook wel genoemd wordt, heeft in talentwedstrijden in Mexico, Polen en Jeruzalem respectievelijk 2 maal de eerste en 1 keer de tweede prijs behaald. Hij heeft in steden waaronder Turijn, Venetië en Budapest opgetreden. Verder heeft hij meegedaan aan verschillende educatieve projecten en masterclasses van beroemde pianoleraren en professoren. Mohammed kan met gemak uitgroeien tot een van de beste pianisten ter wereld. 1. Gitanjali Rao. Gitanjali Rao is een jonge uitvinder en wetenschapper uit Colorado, Amerika. Op 11-jarige leeftijd won zij een competitie met een snel en goedkoop apparaat om het loodgehalte in met lood vervuild water te kunnen meten. Ze werd geselecteerd uit een groep van 10 finalisten die in een periode van 3 maanden onder begeleiding van andere wetenschappers aan hun uitvinding werkten. Ze kregen daarbij de titel van Amerika's top jonge wetenschapper. Haar uitvinding betekende doorbraak op het gebied van testen van het loodgehalte in water,
wat tot dan toe erg duur was omdat monsters weggestuurd moesten worden voor verdere analyse. Het haarapparaatje Tethys, genaamd, wilden ze testen door koppeling aan een mobiele app mogelijk maken zodat de negatieve gevolgen van lood kunnen worden tegengegaan. Gitanjali wil later geneticus of epidemioloog worden. Dat waren 10 van de uniekste kinderen die echt bestaan. Allemaal getalenteerde of unieke uitziende kinderen die op een eigen manier opvallen in hun omgeving. Elk kind ter wereld is uniek en verdient de beste begeleiding, ondersteuning en zorg van hun ouders. Jij hebt vast ook wel een uniek talent of misschien een heel bijzonder uiterlijk. Of misschien ken jij zo iemand. Laat het ons weten in de comments. Vergeet ook niet om te liken, te abonneren en op het belletje te klikken om als eerste notificatie te krijgen zodra wij weer een nieuwe top 10 video uploaden.